Brand in de Efteling. Afgelopen dinsdag vond er een brand plaats in de Efteling. Tijdens de voorstelling van de show Raffelijn ging het om 11:30 mis. Bij Raffelijn wordt er namelijk gebruik gemaakt van vlammenwerpers. Doordat hier iets fout in ging, vloog een gedeelte van het decor van de show in brand. De show werd direct stopgezet en bezoekers moesten de tribunes verlaten. Gelukkig wist de brandweer de brand snel te blussen, waardoor er geen gewonden vielen. Een gedeelte van het decor werd afgebroken door de brandweer en afgeschermd met jute zakken. Waardoor later die dag de show van Raffelijn ook weer door kon gaan. De dag ervoor werd er ook een show van Raffelijn stilgelegd. Dit omdat een ruiter gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Efteling had dinsdag sowieso een pechdag, want even later die dag was er ook een ongeluk met de stoomtrein. Hierbij is een betonwagen voor de nieuwe attractie Dans Macabre op de stoomtrein gebotst. Er raakten verschillende bezoekers gewond, maar die konden allemaal opgevangen worden door de EHBO en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Wat is jou ooit overkomen in de Efteling?